Zornic, de eerste hindernis is genomen. Ja, dat klopt. Dat is moeizaam geweest, maar wij hebben wel gewonnen. Dus wij hebben nu een beetje orde gesteld. Dus de tweede wedstrijd thuis moeten wij nog zien te winnen. En dan is het goed. De opluchting was groot na aflopen. Er was ook veel vreugde. Hoeveel vertrouwen had je vooraf erin dat deze wedstrijd geen probleem voor jullie moest zijn? Nou, objectief, als ik kijk, ik weet dat wij een ploeg hebben die beter is dan deze team. Maar je hebt 6 weken niet gespeeld. Dus na competitie van de eerste divisie is doorgegaan. Dus zij hebben spelritme, wij toch niet. We hebben geprobeerd nog wat oefenwedstrijden te organiseren tussendoor. Om te proberen een beetje die ritme te pakken. En dan merk je vandaag dat die automatisme ontbreekt toch. Je probeert in 6 weken gewoon een heleboel dingen te doen. Maar wedstrijden spelen nu in deze moment is heel moeilijk. Weinig ploegen zijn nog bezig. Dus het ontbreken van wedstrijdritme speelden jullie parten. Jullie hadden het lastig in de eerste helft. Kwam dat mede daardoor? Dat zou ook kunnen, maar ik denk ook hier was in de zaal echt te warm. Kijk, onze zaal is ook niet beter, daar is ook warm. Maar als ik hier heb nog 250, 300 mensen, zeg maar, en inademen, uitademen. Dat is, ik denk dat die warmte heeft ook bepaalde consequenties gehad voor ons spel. Maar een heleboel dingen, ja, baalritme in de eerste helft is veel te traag geweest. En ook onze trouwe dekking is vandaag niet geweest. Want ik denk tegen deze ploeg, met alle respect voor Nieuwegein, mag nooit 28 doelpunten tegen ons scoren. En ze hebben dat toch gescoord. Dus dat betekent dat dekking niet volledig goed stond. Want hoe schat je dat vooraf in, het verschil tussen een ploeg uit de Eredivisie en een ploeg uit de Eerste Divisie? Hoe groot moet dat niveauverschil zijn? Ja, dat is heel moeilijk om die vergelijking te maken. Wij hebben bijvoorbeeld in deze periode gespeeld wedstrijd tegen Hellas. Die is kampioen geworden van de Eerste Divisie. Die gaat volgend jaar in de Eredivisie spelen. Goeie. Prettige wedstrijd gespeeld, gewonnen met 10 verschil. Deze ploeg heeft van helaas 2 keer verloren in competitie. Maar ja, dat zijn zulke wedstrijden, beslissingswedstrijden. Dat is altijd toch nog even extra erbij. Emoties en andere dingen. Dat speelt ook bij de spelers mee. Dus ongeacht of je veel beter bent of niet, je kreeg automatisch bepaalde problemen. Dus kopje moet ook heel goed staan. Merkte je vooraf bij je spelers dat de druk groot was? Ja, zij hebben wel geleefd hier naartoe. Kijk, wij hebben gezegd niet onderschatten. Maar volgens mij hebben wij overschat. Het hele verhaal is dat die ploeg ook serieus en probeer je ook serieus die wedstrijd in te gaan. Je merkt dat Wil wel is, maar bepaalde dingen ontbraken vandaag. Dus ik denk uiteindelijk dat het moet goed komen. Maar ja, wij moeten nog 60 minuutjes knokken. Ja. Hadden jullie last van zenuwen vandaag? Veel last van zenuwen? Ja, ik denk dat een aantal spelers hebben behoorlijk problemen daarmee gehad. Als je kijkt dat Kevin vandaag was, Kevin Kersen was vandaag niet echt bij de schot. Als je ziet dat Gilmaro, Pieter is vandaag ook niet echt in beste vorm geweest. Toby Trouw heeft vandaag gespeeld ook met scheurtje in zijn teen. Kijk, zij willen graag. Dat betekent dat die zenuwen zijn wel aanwezig, ook zo graag willen. En op een bepaald moment kom je zelf in problemen. Dus, speel je in een bepaald moment tegen jezelf en dat merk je. Wij kwamen 3 keer 5 doelpunten voor. En in die momenten moet je toch nog proberen even uitbreiden die voorsprong. Die gretigheid voor de bal te graag willen hebben, uitvliegen naar de bal toe en dan gaten laten vallen in verdedigen, dat geeft ons een beetje opgebroken qua uitslag. Dus. En hoe kijk je dan nu tegen de return aan op 4 juni? Wij kennen die ploeg, wij hebben ook wat DVD's bekeken. Vandaag hebben wij ook opnamen gemaakt. En, wij weten wat die ploeg kan en ik denk dat wij veel beter kunnen. Dus ik hoop dat volgende week klus geklaard kan worden. Je hebt er vertrouwen in dat Haro ook volgend seizoen een eredivisieclub is? Ik heb vertrouwen. Kijk, wij knokken daarvoor al 7 jaar. En wij hebben 3 jaar doorgebracht in eredivisie. Dit jaar hadden wij veel meer verwacht. Maar ja, bepaalde dingen lopen in de leven niet goede wiel. Dus bepaalde dingen kan je niet voorspellen. Een heleboel blessures dit jaar en dat geeft ons opgebroken. Wij hopen volgend jaar met volwaardige ploeg hier Eredivisie aan te gaan en dan even verder bijden.